eten en drinken. En hij van de chef. Ik zal jullie meenemen wat hier gebeurt. Goed. Oh, ik ben weer terug van vakantie. Ja. Zo druk hier, jongen. Altijd druk. Hoera! Leuk voor in de vlog, Marika. Zoals jullie zien zijn wij druk bezig met allemaal lekkere gerechtjes. Nou, ik... Adio. Ja, je hebt wel iets, maar je hebt niet bij je. Of Nu is het effect weg van het invliegen is weg. Ja, hè? Dat is waar. Ik moet de deur open doen en dan kom je aan en doe je... Wow. Zo, doe je dat. Maar is de deur al open, toch? Ja. Wow. Daar zijn we weer met ons verder diner. Heb jij nou iets te vieren op donderdag, vrijdag of zaterdag? En zou je in deze tijd eigenlijk lekker uit eten willen? Wij hebben ons Feurder-concert weer opgestart. We zijn al druk bezig met de voorbereidingen. En vanaf morgen is alles weer online. Dus kun je online boeken het Feurder-diner. En we komen bij je thuis het heerlijke diner brengen. Hey Robin, leuk hè, filmen. Wat zijn we aan het doen, Robin? Oh, we zijn helaas met de aanhang aan het inrichten voor dit weekend. Ja, we lachen wel, we kunnen wel janken. Hè? Maar we gaan weer verder diner. Dus we zijn weer de aanhang aan het inrichten. We gaan alles weer opstarten zoals het was. En dan hopelijk... gaan we zaterdag niet dicht, maar we zijn er bang voor. En dan gaan we direct weer starten met het verder diner. Dus komen we graag weer bij je thuis koken. Ik begin met het meest ingrijpende besluit van vandaag. Het ingang van aanstaande zondag, 28 november, is tussen 5:00 PM en 5:00 AM in principe alles in Nederland gesloten. Ik sta op ons verwarmde terras, want wij hebben vanavond waarschijnlijk onze laatste avond van dit jaar ons restaurant. Binnen staat alles al mooi opgedekt en is alles vol. Hier buiten gaan ze zo beginnen met opdekken. Naar Obasje. Ja. En 2 jaar hebben ze in Bosnië gewoond. Weg gespraakt privacy, kan ik dat niet leren. Nee, goed. Maar, ik zou het graag doen. Ik zou het graag doen. Nou, gaan we weer. Ja. Ik heb er zin aan. Okay. Ja, altijd. Zeker. Nou, succes hè. Dank je. Joes. Zo, daar zijn we weer. We zijn nog niet verleerd hè, Fabian. Adresje, nee. We zijn er nu 9, gaan we nu naartoe. De allerlaatste van vanavond. Ja, adres nummer 9. 8:00 keurig binnen de restauranttijden, hoofdgerechtje erin. Nou, wat wil je nou meer? We kunnen het nog gewoon. Gelukkig wel. Goed hè? Ja, top. Geen gedicht hè? Nee, geen gedicht bij. Geen gedicht? Zeker. Die krijgt straf. Dan moet het liedje zingen straks voor de Sandy. Die was dat? Allemaal. Ja, allemaal. Ja, dat zou ik ook zeggen. Nog in de kroegtijd. Maar ook jij, Drinkman, zal zachtjes gaan wennen aan de spotlight. Dat staat er niet, maar ik vond het wel lekker klinken. Ja, nee. Moet thuis en privé gescheiden worden. Hè? Je heet Brinkman, vraag naam. Ja. Nee, of heet je echt Drinkman? Nee. Zal fucking epic zijn. Ja, nou, dat was het. Ik heb hier nog wel zo'n jeugdige nukken. Maar hij ligt niet meer ergens zomaar in een busje te rukken. Tukken! Pijnlijk. Tukken. Ja. Oh, Marke. Dat is die beste. Zie al 2 kantjes. Zal ik deze uit het hol doen? Zoals ieder jaar heb jij kindjes stout en zoet. Oh? Ja, wat ik er niet in valt. Ik zal je helpen, het is niet zoet. Nee, ja. Dat wou ik niet. Zo. Oh. Zonder enters. Hoe is het? Goed. Ja? Heb je me gemist? Nee. Nu nog wel.